Welkom bij firma Stolk in Balkbrug. Vandaag geven wij onderhoud aan een Porsche 914. Uh, deze auto die staat hier omdat hij problemen met het injectiesysteem heeft. Uh, dit is een motor met Dietronic. Dat is natuurlijk een injectiesysteem wat we ook vaak uh, bij Mercedes tegenkomen. En uh, we zijn bij deze auto een eerste diagnose aan het stellen. Uh, een garage voor ons die had al gediagnosticeerd dat er een probleem in de motorkabelboom zat maar uh, wij gaan toch eventjes uh, verder zoeken uh, voordat we onderdelen los gaan halen om te kijken of dat we lekkages in het inlaatspruitstuk hebben. We weten natuurlijk dat Dejatronic uh, systeem werkt op het wegen, dan wel meten uh, van de hoeveelheid lucht uh, die naar binnen komt. In dit geval met een onderdruksensor die op het inlaatspruitstuk zit. Die zit aan het einde van deze slang. Maar we willen uh, weten of dat we verder geen lekkages in het inlaatspruitstuk hebben. We zijn dus rook aan het inblazen om te kijken of dat we ergens lekkages kunnen vinden. We hebben al uh, wat kleine lekkage gezien op de slang uh, die naar het luchtfilter toe gaat. Die is daarvoor niet belangrijk, maar natuurlijk wel belangrijk: dat er geen uh, ongefilterde lucht naar binnen gaat. Maar we zien dat de slangen die hier op het inlaatspruitstuk zitten ook uh, lekken. In dit geval zal dus het inlaat, uh, spruitstuk verwijderd moeten worden en zullen alle slangen en aansluitingen vervangen moeten worden. Voor meer tips en informatie over het onderhoud van uw klassieker, kijk op www.stolkbalkbrug.nl. Vergeet niet deze vlogvideo te liken en erop het duimpje onder de video te klikken. En wilt u meer van onze vlogvideo's zien, vergeet u zich niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.